U ziet de spelers van AZ, de opstelling. Hij weer centraal achter is aan het Martens Indy, Letschert. Boadu, 12 doelpunten gemaakt dit seizoen in de spits. En hij dus eindelijk weer eens in de basis. Zoveel pech gehad dit seizoen, lang geblesseerd geweest. En een bijzonder moment voor Owen Wijndal, die nu vanaf de aftrap de aanvoerder van AZ is. 1 wedstrijd natuurlijk voorlopig. Dan is Koop Meijners weer terug en zal hij die band weer dragen. Naar de grote glimlach. Bij Sparta dus geen Awazar. Hij wordt eigenlijk achterin vervangen door Heijlen. Fortes is erbij gekomen, die dan aan de rechterkant. En Mijnans is naar links gegaan. Geen Burger dus in de basis. De editie in Rotterdam was een krankzinnige eerder dit seizoen. Nu is het werkelijk noodweer. Is er weliswaar een dak, maar is het bepaald niet droog. Zeker niet voor de spelers, maar gezien de bouw van het stadion is het ook op de meeste delen van de tribunes niet droog. Balverlies bij Letschert. Mijnans, man van de late gelijkmaker op het kasteel. Slordige paas nu. Stengs legt hem weer lekker neer voor Boadu. Nou, eerste grote kans is daar. Eerste doelpunt is er niet. Want Okoye redt. Goede keeper. Die al in de tweede minuut met een hele goede redding moet komen. Fijne bal weer hè, van Stengs. Daar zit Koop Meijners. Met Syriakos daar ook. De man die eigenlijk nooit ontbreekt. Maar hij zal uiteraard blij zijn dat het bij 1 wedstrijd is gebleven. Letschert. Svensson legt goed terug. Ach, wat een vrijheid. Wat een tijd. Het schot geblokt. Er wordt hens geclaimd door Koekmoetson. Die zegt, ja, dat is toch tegen zijn hand. Beugelsdijk heeft ook wel degelijk wat last natuurlijk. En dan is het inderdaad wel op de arm. Hij werpt zich ervoor. Ja, maar inderdaad, de arm langs het lichaam. Svensson. Volgende schietkans is daar en die zit erin. En de doelpuntenmaker is een verrassende, want de man die hij vervangt, dat is de clubtopscorer. Maar Jordi Klaasie heeft al heel lang niet meer gescoord. Het is zijn eerste doelpunt in de Eredivisie voor AZ. Dat is de rol van de man die je vervangt echt op je nemen. Paas van Klaasie onderschept en dan in omschakeling. Sparta ligt echt wel ruimte. Geen buitenspel, nee, absoluut niet voor T. En die schiet er maar niet in, want Bizot met een hele goede redding. Het balverlies van doelpuntenmaker Klaasie leidt deze grote kans in. Sparta doet dat natuurlijk uitstekend. Boadu, Mitje. Zo, Mitje. Schitterend gedaan. Stengs, Boadu. Heerlijke aanval van AZ. Ah, dan moet die bal misschien nog één keertje breed. Richting Karlsson. Pinto. Mijnans. Sparta wordt echt wat dreigender. Haroui Schot gaat wel ver naast. Hij zegt eerst iets meer dan 20 minuten volledige controle bij AZ. Meer en meer krijgt Sparta ook spelaandeel. Fortes. Duarte, prima verdedigd door Wijndal. En dan zijn er een paar van Sparta toch wel voor de bal. En dichter dus misschien wat ruimte voor Goedmundsson. Ja. Pinto doet dat goed. Maar daarna alsnog Goedmundsson door het goede werk van Svensson. Stengs en de redding van Okoye. Is dat buitenspel? Ja, vlag is omhoog. Voorlopig geen doelpunt voor Goedmundsson. Ja, dat zagen we natuurlijk ook al tegen Willem II. Balletje breed. Stengs die schiet. En dan is het inderdaad buitenspel.
Stenks. Bal via Kuipers, maar heeft geen grote impact op loop van de bal. Maar hij blijft voor AZ, dus kan dit door. Weer het balverlies. Nu bij Gudmundsson. Kan nog net weer worden gecorrigeerd door Mietje. Svensson. Letchert. Dan maar de schieten. Nou, hij denkt, laten we er pogingen toe wagen om alle spelers die nog niet voor AZ hebben gescoord hun eerste te laten maken vandaag. De eerste helft zit er bijna op. Er zal geen extra tijd bij komen. Het spel heeft natuurlijk niet zo heel veel stilgelegen. Letchert. Klaasie. En daarmee is de hoofdrolspeler van de eerste helft natuurlijk genoemd. Kan dit en mag dit nog? Karlsson. Met dat de eerste helft er eigenlijk zo'n beetje op zit. Is de draai schitterend. En is de voorzet daar. Maar krijgt Stenks hem niet in. Weer. Nee. Nu redt Okoye. Was het bijna nog 2-0. Is het buitenspel en daarmee ook afgelopen. Had Stenks. En dus toch echt wel voor de 2-0 moeten zorgen. Want dit is de tweede kans. Karlsson heerlijk natuurlijk met die draai. Klein beetje geluk erbij. Dan schiet Stenks hem tegen zijn eigen been aan. Tot zijn eigen verbijstering. Ron Vlaar, aandachtige toeschouwer, natuurlijk gestopt. Vuurwerk hè, buiten het stadion. Nou, dit zijn niet een paar lullige pijltjes. Die toevallig nog maar blijven liggen. Dit is serieus werk. Karlsson. Bal over Okoye, die valt nog vrij listig daar. Zal voor AZ toch ook even zoeken zijn naar wat Sparta precies doet. Dus eigenlijk met drie spitsen spelen. Daar is een kopkansje toch wel. Hij is wel ver van het doel hoor, T. Klaasie, Stenks. Meegeven is goed op Svensson. De voorzet zeker niet gek bedacht. Slim balletje dit. Karlsson. Okoye met de fout. En dat wordt dan nog net gecorrigeerd. Ja, uiteraard zeer blij met die redding van Pien van Abels. Die zich daar op het juiste moment nog voor die bal gooit. Om het doel van de 2-0 te houden. Mietje. Het was niet zo bedacht, maar het pakt goed uit, die aanname. Karlsson. Chipt hem er lekker in en daar is hij. Heerlijke bal van Karlsson, waar De Wit van profiteert. En het zijn de middenvelders die niet de minuten krijgen die ze misschien wel zouden willen, die het dan doen voor AZ. Maar wel een fijne assist ook van Jesper Karlsson. Je ziet ook de vreugde die eigenlijk afwezig is bij De Wit na dit doelpunt. Hier wordt hij heel fraai bereikt door Karlsson. En dan maakt hij het goed af. Fijne volley. Jordi Klaasie gaat eruit. Prima wedstrijd gespeeld. De kans door de afwezigheid van Koopmeiners. En die rol op zijn manier ingevuld. Maar dus ook nog eens een keer met het doelpunt bekroond. Voorzet. Bizot met twee vuisten. Dat is voorlopig genoeg. Bal klaarleggen op Gravenberg. Schotje. Dat is recht op Bizot. Karlsson. Garshoes. Maar de zin die ging in de weg lopen. Oh, slordig van Fortes. Wijndal. Stenks vraagt aan de andere kant om de bal.
Reinders. Stenks. Heeft zijn handschoenen volgens mij uitgegooid en schopt ze weg. Weet niet precies wat er is. Is dit buitenspel? Vlag is nog omlaag. Het is het doelpunt, maar nu gaat de vlag wel omhoog. Dat was toch mooi uitgespeeld door Sparta. Wordt uiteraard nog naar gekeken. Eerste helft het doelpunt van AZ afgekeurd. Dat was goed gezien. Is dit ook buitenspel? Ja, dat is het. Slim die bal teruggelegd. Dan kunnen ze met z'n tweeën erin lopen. Maar telt hij uiteindelijk niet. AZ wint eenvoudig zonder te sprankelen met 2-0 van Sparta. Geweldige paas van Stenks. Mooie assist van Carlson op de wit. Maar een paar van de spaarzame hoogtepunten in deze wedstrijd. Maar het verhaal is natuurlijk Klaasie die de 1-0 maakte bij zijn terugkeer in de basis bij AZ. Na afwezigheid door diverse redenen eiste hij vandaag de positieve hoofdrol voor zich op.